Yo mensen, Bob Tentje KMP, mijn naam is Steven, dat is Bram en vandaag weer een nieuwe aflevering van The Walls met YouTubers. Bram, stel jezelf eens voor. Yo mensen van Bob Tentje No Gaming, ik ben Bram en ik kom van het kanaal Bluebrick Gaming. Ik speel vooral Minecraft en ook op Mindtopia en op King Wars, dus jullie kunnen mij misschien daarvan kennen. Linkje in de beschrijving. En Bram, heb je zin vandaag in The Walls? Nou, ik ga 25 keer proberen. Zeker! Ik zeg eerlijk, 9 keer kwam door mij. Een paar keer kwam door Bram. En ze doen net een teaser voor ons verkloot. Dus we gaan lekker door. Oh. Nou Bram, wat gaan we wat is ons tactiek voor vandaag? Iron Gear en dan gewoon naar boven. Sure, thank God. En gewoon met z'n tweeën blijven. Niet gestoord worden door andere mensen. Nou, het enige wat nu nog mis kan gaan is onze super goede internetconnectie. Dus. dit. Als dat gebeurt, hè. Wow. Oh, begin dat weer over 5 seconden. 2 en. Green has cancer. Nice! Ik ga meteen helemaal los. Pak die diamonds in mijn bal. Oeh, het is lekker voor je. Mooi zo, ik heb iron leggings. Dus daar kan ik niet meer over te worryen. Ik heb iron helmet 3 bottles of enchanting and 2 steak and an apple. Oké. Hup, 1 level er weer bij. Maar we spelen vandaag in de Aztec map. Wat ik aan Bram al 40 keer heb gedaan is gewoon heel simpel. Hak wat hout, pak wat chesten, ga rennen naar beneden richting de lava, daar gaan minen en dan gaan we los. En gek genoeg hebben we wel alles gewonnen. Ja, klopt. Dat vind ik zo. We kunnen veel zeggen over hoe slecht we nu bezig zijn, maar we... Nee, het is echt heel slecht. Want we hebben wat achtergelaten. Ik vind het wel dat ik het bijna kan. Ik ga gewoon dezelfde weg die ik al altijd neem. Nou, eigenlijk een beetje anders. Omdat normaal heb ik daar een mooi trapje, maar ik weet dat hier een chest zit. Een name-tag, wat heb je daar nou aan? En een stone pickaxe en een iron shovel. Ja, dat kan. Je hebt wel hout, hè? Ik heb 4 logs. Oké, Splash Potion, Golden Pickaxe, 5 Gunpowder. Splash Potion of Hope. Oké, ik heb een Iron Pickaxe. Oké, ik doe nog een beetje rond om te kijken hoe ik weg kan en hoe ik gewoon weer lekker naar beneden kan. Want ik denk dat ik beter die andere weg had kunnen nemen. Oh nee! Ik zie hier een gat en ik denk dat ik hier ook wat kan vinden. Dat was echt zo'n oh nee van ik val weer in de lager en dit is weer best. Ja, jij dacht eerst van oh fuck als hij dit keer het heeft gedaan. Ja, ik vind lava. Van, ik zat al snel naar de chat kijken. Dat mij is het uit. Dan maak je denk ik echt ja, tegen een toetsport aanlopen dan denk ik. Ja, zoiets. Wat? Deze irons willen niet minen. Jullie zagen het. Je bent chagrijnig, hè? Je bent chagrijnig, jongen! Nee, dat kan niet. Van normaal ben je die happy guy en nu denk je echt zo van als deze avondvrouw wordt gevestigd. Ik ben je op het insteken. Ik viel bijna in de lava. Doe please for safety. Ik kreeg net een hart voor zakje. Nou, ik was dan gevallen op steen, dus dat heeft toch wel een beetje zo van... Oké, hier ligt weer lava, maar hier zou ik ook vallen op steen. Maar hier ga ik wat beter overheen. Want dan val ik hier nu, dan zie ik dat al deze chests geloot zijn. En dat jij hier waarschijnlijk al moet zitten, want ik zie een torch. Oh ja, dat heb ik allemaal al vast klaargezet. Ik ben al item aan het halen. Mooi zo, ik pak weer mijn kleine stukje wat ik al kwijt ben. Wij zijn gewoon OP geworden in deze Aztec, man.
dan niet zo heel gek, hè? Je bent chagrijnig, ik merk het. Ja, dat is wel fucking 24ste keer en dan is het net goed en de competitie niet pesten dan wat jij weer zo'n stomme kutnaam hebt gedaan. Ik weet nu zeker dat in mijn comments gaat staan. Nee, dat deed je zelf. Want jij zette die naam verkeerd. Dan zie ik hem echt voor aan, weet je dat? Tuurlijk, want dat was ook de reden waarom je joinde. Ja. Ik zeg, ze verzien in opnames. Wow. Ik overleefde echt zo'n onmogelijke jump, dus ik hem niet overleefde. Dat was wel nodig, want ik wou hier even minen, want ik weet dat hier veel iron is. Want ik heb koude handen gestaan. Ja? Komt dat door de stress? Nee, dat komt ook nog mijn raam openstaan. Doe je hem dicht. Lekker professioneel, doe het. Smack dat ding dicht. Dat had mijn moeder net gedaan, daarom was ik net ook een paar keer gemute. Zo van, ik ga hem weg. Dat is de vraag. Maar nee, dat kan niet. Dat was Krams. Moeder, die lekker professioneel zijn studio inkwam. Ja. Studio. Ik bedoel, ik zou niet weten welke zonde zou doen. Wow, ik heb gewoon 200 FPS. Mooi boy. Ik heb een broek, ik heb een shirt, ik hoef nog twee dingen. Hoezo heb jij niet zoveel iron? Je hebt mijn iron lopen stelen. Nee. Niet eens? Nee, echt niet. Uit mijn furnace. Ik zweer het je. Ik zat in mijn... Ik zat in dit ding, in de workbench geval. Workbench geval. Ik heb wel een potion, dat is lezen. Ook mijn potions. Je maakt wel mijn iron, lul. Ik wil nog één iron, ik wil nog een paar iron, dan ben ik klaar. Je doet het erom, hè? Nou, niet de oors weghalen, dat is zonde. Ja. Ah joh, ik hoef toch nog maar één brokje. Een stik voorzichtig. Je moet alleen nog een broek. Ja. Oké, ik heb alles wel. Ik heb mijn zwaard en dat soort shit. Ik heb zelfs een kopvet. Potion, we pakken de kopweb, we pakken de TNT er ook bij, misschien wat appels, vlees, die iron helmet doen we op. Pak eens deze pergen. Wat, wie, boe. Oké, ga daar weg, ga daar weg. Kan je dat gooien nu al? Splash potion of potion? Ja, gooi hem op mij, nee, dat is lekker slim. Oh! Hij gaat teruggooien! Ik heb een flash potion met healing, dat wil ik zien. Roy! Oké, we hebben een nieuw chillie gevonden. Yep. Oké, ik pak snel wat iron van je, want we gaan buckets maken.
En hoe was jouw ochtend? Was je toevallig aan het zwemmen, jongen? Ik had het jou al verteld. Nee, ik was vandaag met de kwakken in het bubbelbad, want we hadden gezwommen vanochtend met Kim. En dat was echt super chill, dus het was gewoon zo van, ah joh, doe maar wat. Dus toen heb ik lekker gaan, en toen ben ik lekker gaan zwemmen. En ja, toen heb ik echt de dag van mijn leven meegemaakt. Echt zo chill. Weet je? Oh, Steven, weg hier, hij heeft Splinter Steel. Wist je dat ik lava heb voor hem? Nee, wacht. Hij heeft Splinter Steel, jongen. Dat kan je nog niet plaatsen, pas op. Splinter Steel, kut. Hak het weg. Gaan we hem echt kutten? Nee, we gaan niet weg. We hebben toch alles. Oké, okay, wat is de uitgang? Hier naar boven, sowieso. Kut. Oh, Roy Rakker komt eraan. Nu? Ik zit hier een beetje klem. Ik weet niet hoe we het gaan doen, maar ik heb wel... Ik heb ook trouwens geen verschil. Waarvoor zijn we bang? Wat is het niet bang? Ik ben bang. Ik ben dood. Kan je gebruiken? Oh, hij moet gaan. Rare gozer. Oké, is het legit? Dag Roy. Zou je niet missen. Maar we moeten zo. Ja. Oh ja, dit hadden we vorige keer. Toen zag ik geen klap voor ogen. Nog steeds niet. Dat is pink. Oh, ik zie het daglicht al, dat is het woord. Oh, je moet gewoon zien een chestplate in, dus dan moet ik niet verliezen. Dat zou niet beneden zijn. De meeste chest heb ik allemaal al geloot, maar ik ga weer naar boven. Ik heb een boven. Zullen we in deze tombes blijven van de sfeer? Ik denk dat hier best wel wat, wat chillings kunnen hebben. Nee, we gaan gewoon naar boven, kijk. Ja, ik vind het top hoor. Hier is een chest die waarschijnlijk wel genoeg is. Alleen dan gaan we nu hier uitkomen, want die zit ik ook echt vast. Oh, ik heb de uitgang gevonden. Mooi, mooi. Ik heb er ook direct filtertjes geplaatst. Ik heb ook een uitgang gevonden. Oh, dus mijn overdreven filtertjes geplaatst had niet echt heel veel zin. Ik ben boven en nu? Nog 2 minuten. Oh fuck, ik heb het ik heb mijn kopweb al geplaatst. Dat is jammer. Was het wel? Maxi. En dat was het kopweb van Steven. Ik zeg fik erin. Toch niet, of wel? Ja. Oh, wacht eens niet. Ik weet niet waar jij bent. Maar zag ik je net voorbij lopen. Ja, ik maak de hele tijd rondjes, dus ik loop nu wel een rondje terug. Ja, daar. Oké, waar is de enchant table? Weet ik niet, ik heb hem wel nodig. Ik ook, where's the enchant table? Zullen we gewoon voor de rush in het midden gaan? Nou, ik play graag een beetje pijlen, snap je? Ja, oké. Ik wil niet meteen 5 pijlen in mijn maag hebben en dood zijn. Ik wel. Dat is echt nee, ik ga het wel doen. We gaan vandaag pushy play. Pushy play,
Patentje van Van, patentje van Van. Wat wordt wat? Ja. Ik weet dat we gaan falen. Eén minuut. Oké, waar gaan we heen dan? Ik zeg, als we nou even helemaal naar het toetje gaan, hè, waar we gespannen waren. Ja? Weet je dat ik de hele tijd al zit te rusten en het ook echt heel erg stinkt? Nee, want ik ben gelukkig niet in jouw kamer. Ja, zullen we gewoon deze toren oplopen? Ja, van, dan heb je tenminste nog een beetje mooi uitzicht voordat je sterft. Je kan ook gewoon simpel de legitte way volgen. Hoe gaat de legitte way? Dat gaat boven. Ik ben nu ook boven, ja, inderdaad. Ik kan niet op het randje. Haha, ik heb 3 koppen gevonden hier. En 1 splash potion of harming. Let the war begin! Is dat een bouw natuurlijk? Wat? Ik heb daar een deur door, zo van, er zit iemand op. Waar ben jij? Ik nog nergens, ik zit hier nog nergens. Ik wil de hele bush in de fik steken. Kijk, zit daar iemand in de foto? Daar zal iemand de foto hebben. Gezellig en lekker, wat een mooi boertje. Sorry dat ik nu aan het begin van het filmpje. Ik kan hem er best inzetten. We zijn met de tweeën nog hele team, dat weet je. Wij zijn team blue. Ja. Ik ben echt de enige in dit team. Omdat die ander weg is. We hadden hem beter moeten behandelen. Ik denk dat we beter naar deze boom kunnen jumpen, weet je. Okay. Ja. We moeten lucht, dus dan gaan we daar overgaan. Ik denk dat we dan deze boom best wel in de fik zouden moeten steken. Zullen we wachten tot ik eruit ben? We moeten even wat shit in de fik steken. Ik zeg, laten we eerst een weg zoeken om veilig hieruit te komen. Too late! Shit, steken. Waarom doe je dit? Waarom doe je dit? Waarom doe je dit? Okay, ik ben aan de overkant. Ik ook. Oh, daar komt iemand, kom, we gaan hem killen. Ja, ik zie hem nergens. Waar ben jij? Oh wel, ik zie hem en hij pakt TNT en ik ren als een dwaas. Zo'n kip van de kop. Waar ga je heen? Wat blijft hier staan? Een bijna gehit. Ik raakte hem ook. Dus ik ben hier weg, want ik heb ook een potion. Waar is dat? Ja, mooi zo. Ik heb health potion. Oh, geef mij van. Oké, een beetje health erbij. Dan even wat steken. Ik. Wat zegt u? Ik weet het. Maar dit wordt vanaf. Dus ja, we gaan gewoon dingen fixen. Wat wil jou? Hij heeft 10 tier ook nog. Nee, dat heb ik gepakt. Oh, hij heeft nog wat 10T, ja. Hij heeft 11 10T, dus ik wil ergens van... Hey, hier is iemand die komt killen. Hij is van bitch, pak je hè? Ja, ik heb een enchanted sword opgepakt van iemand. Hop! Ik zag hem zijn poging op 10T te plaatsen doen dan. Ja, wat een sneu ventje dan. Oké, we gaan hier helemaal op. Wacht even, want ik blaas hier ook even misschien een beetje de mond. Maar dat wil ik hier boven elkaar doen. Een beetje een mislukte poging, volgens mij. Stevend. Ja. We moeten hier wel meteen weer weg. Kijk maar, wat doe ik hier? Oh. Doe maar. Oké, ren. Oké, nu terugkijken voor het effect. Ik zie niks.
Oké, waar ben jij? Ik ben nog in die toren. Welke kant ben jij? Nee. In het midden. Oh, ik zie je. Wacht op mij. No joke. Ik blaas hem daar op, dus ga niet naar het midden. Ik denk nog wat dingen in de fik, dat is leuk. Yep. Burn, baby, burn. That's out of fire. Burn, baby, burn. Team Red is al een LMA in de nieuwe. Ofwel, ik nu zijn alleen weinig over met Team Green. Iets zeg maar dat Team Green super slecht is. In zo'n, ik zie één iemand, Steven, waar ben je? Ja, ik zit nog bij het midden, een beetje gevangen. Wacht, ik zie je. Oké. Wordt het achter mij aan als het goed is? Kom, ga daarin, volg me. We gaan hier omhoog. Ik zie niet. Waar ben je? Ik ben op het midden, zeg maar. Oké. Die toren. Ja, ik zie je naam, dus dat ben jij. Waar ben jij? Ik loop een beetje die kant op en ik zie hier allemaal verdropte stuk. Dat ben jij. Oké, we gaan hier doorheen. Volg mij. Hier zo rechtuit. Wacht, waar ben je? Oh, ik zie je. Ze hebben me wel heel vaak kwijt, hè? Ja, van maar dat spaceke van deze. Ga je hier naar rechts? Ja, ik zie ze allemaal. Ze zitten ondergronds, kut. Weer. Maar het zijn wel de laatste twee, dus. Ja. Oh, hoorde je dat? Nee. Want ik heb een MC uit. Anders copyright, hè? Weer? Ja, dat is heel ridiculous. Oh, jij jumpt hem hier meteen in naar. Nee, ik loop hier boven, maar ik weet niet wat hun aan het doen zijn. Oh, dit is de ingang. Hier dan, Steven, wacht. Achter je. Waar ga je heen? Achter je. Hier dan. Hier naar beneden. Kom maar. Oké, ik ga gewoon een lava bucket naar beneden gooien. Nee, lul. Oké, ik heb hem eruit gepakt. Dus ik kan eruit. We zitten hier met z'n allen beneden. Oké, eentje is dood. Steven, kom gewoon helpen. Ja, ik sta een beetje in de fik. Ik ben out of fik. Waar is die kerel? Hij is ineens weg. Oh. Oh, we winnen. We hebben gewonnen. Yo! Jongens, vergeet niet te liken, te abonneren en tot de volgende keer! Yeah.